Yo gasten, welkom bij deel 4 alweer van de Q&A. Ik dacht, ik ga gewoon nog een deel maken, want er zijn zoveel vragen. Dan gaan we maar gelijk weer door. Jesse van Goetem, wat is je top 5 van de beste commentators? Mijn top 5 van de beste commentators is... op 1, The King 77NL. Dat heb ik uitgelegd in de vorige Q&A. Dat is gewoon mijn grote voorbeeld. Dat is nummer 1. Op nummer 2, Mike Romeo. Mike Romeo is zo veelzijdig en hij heeft zo'n unieke intro en zo'n unieke vorm van commentaten. Daar heb ik echt respect voor. En ja, hij is gewoon een beest ook met gameplay en zo. Dus dat is nummer 2. Nummer 3, UGX Mysterious. Want ja, Erik, die haalt gewoon ook enorme beast gameplay en ja, gewoon lekker commentaten en zo. En ja, dat is gewoon een goede gast en ja, gewoon lekker veel goede, goede content. Dus dat is mijn nummer 3. Nummer 4. Ja, er zijn zoveel commentators en het is eigenlijk best wel lastig. Op nummer 4 doe ik patserig gedrag. Op nummer 4 patserig gedrag, omdat hij ook gewoon een unieke vorm van commentaten heeft. En hij is hier ook al een lange tijd mee bezig en zo. En hij blijft ook gewoon lekker zijn ding doen. En hij verkiest ook, tenminste hij, YouTube komt ook na zijn persoonlijke leven, laat maar zeggen. En dat is echt belangrijk. En daarom neemt hij ook af en toe pauze. Dus dat kan ik ook wel waarderen. Dus dat is mijn nummer 4. En nummer 5, FishNederNL. Ook gewoon goede gast. En gewoon, ja, gewoon leuke commentaries en leuke live gameplays en zo. En ja, dat is mijn top 5. Dan, Kevin Bon. Wanneer weer GTA stunts? GTA stunts komen weer binnenkort. Ik weet nog niet wanneer. Ik moet het nog afmaken. Ik heb al een deel opgenomen. Maar dat is nog niet genoeg. Want ik wilde wel een aflevering maken weer van 4, 5 minuten zoiets. Dus dat komt denk ik binnen een aantal weken wel. Dan, Do It Good. Liever een blonde vrouw met grote tieten of een brunet met een lekkere kont? Brunet met een grote kont. Grote kont. Nee, lekkere kont. Dat was hem. Brunet met een lekkere kont zou ik verkiezen. Dutch Only Gaming Star. Vanaf welke dag is jouw kanaal doorgebroken? Ik denk dat je bedoelt mijn Nederlandse kanaal. Mijn Nederlandse kanaal is doorgebroken. Nou ja, ik weet niet eens of hij nog echt doorgebroken is. In ieder geval, het is heel snel gaan groeien. Denk ik 2 maanden terug is het echt goed beginnen te lopen of zo. Toen ben ik, toen had ik nog 500 abonnees of zo en nu heb ik er alweer boven de 2000. Dus dat is echt enorm hard gaan lopen. Dus in dat opzicht zou mijn kanaal wel doorgebroken kunnen zijn. Maar ik weet nog niet of hij echt doorgebroken is, maar dat is echt wanneer het echt goed ging lopen. Dan Bartos VDZ 95. Wat voor een type speler op Call of Duty? Ja, full rush. En speel je alle dagen goed of heb je ook bad days dat alles fout gaat qua ratio en wins? Nou ja, ik als ik een bad day heb, dan reken ik dat er toch wel toe dat ik onder de 2KD speel. Of onder de, ja, onder de 2KD. Ik heb niet echt heel veel 2KD's of zo. Ik bedoel, 2KD's. Ik heb niet heel veel bad days of zo. Ik denk dat een echte bad day is wanneer ik echt... aan de lage kant van de 1KD zit. En meestal speel ik echt wel positief. En ja, als ik echt rond de 1 zit of zo, of echt best wel daaronder, dan is dat voor mij een bad day. Dan Victor Mekkes. Wat was je eerste gameconsole en waar heb je de beste tijd mee gehad? Mijn eerste gameconsole was de PlayStation 2. En waar heb ik de beste tijd mee gehad? De PlayStation 3. Sowieso, gewoon omdat ik dit kan doen. Gewoon voor jullie commentaries opnemen. En dat is gewoon... super om te doen. Dan Damadoes. Welk wapen vind jij het slechtst op alle Call of Duties? De Dragunov. De Dragunov. Zonder twijfel de Dragunov. Dat ding is zo'n slechte sniper. Ik speel niet vaak met de spray snipers. Meestal ook omdat je 2 of meerdere kogels nodig hebt. En dat is met de Dragunov echt dramatisch. Dan Waza 96. En een vraag, wat voor muzieksoort luister jij en waar haal je je muziek vandaan? Mijn muzieksoort is hardstyle. Ik
En pop. Popmuziek en hardstyle. Ik ben een fan van hardstyle. Echt, ik vind het goede muziek. Ik hou mijn muziek van... Nou ja, Slam FM kijk ik wel eens. Maar voor de rest... Als ik hardstyle nodig heb, dan kijk ik naar Headhunters. Ja, en dan gewoon zijn maandelijkse... Hard with Style. Zijn maandelijkse Hard with Style. Iedere maand een nieuwe aflevering. En daarin doet hij gewoon... de allerbeste... de allerbeste nummers. En dan noemt hij ze ook, dus dan kan ik ze weer opzoeken. Dan een vraag van Lars Wagner. Wat vond je van het verhaal van Red Dead Redemption? Geweldig. Ik ben echt een fan van Red Dead Redemption. Het is een GTA-stijl. Ook natuurlijk omdat het ook door dezelfde corporatie gemaakt is. Ik vind het verhaal echt geweldig. Als ik een spel speel met een verhaal zoals GTA of de campaign mode van Call of Duty. Ik lees altijd elk verhaal dat verteld wordt. Gewoon omdat ik de story mode echt gewoon geweldig vind altijd. Dan Hakan Ilbas. Ben je partner? En zo ja, van wie ben je partner? Ja, ik ben Social Blade partner. Dan MXMAMX, oftewel Maurice. Ik ken je. Geloof jij in de no score streaks Moab die er schijnt te zijn in Black Ops 2? Geen score streaks aan en 25 gunstreak halen. Nou ja, de no score streaks Moab, dat is gewoon de... hoe heet dat ding ook alweer? De nuclear. En die haal je bij 30 kills. Maar volgens mij bedoel je als je geen 1 killstreak instelt en dan een 25 streak haalt. Ik heb nog niet gezien of er dan een Moab is, maar ik denk het niet. Volgens mij is het alleen de 30 killstreak, de 30 gunstreak voor de nuclear. Dan Hakan Ilbas, wanneer ben je jarig? Ik ben jarig op 31 juli. Met een L. Eens kijken, dan Dario van Vlaslaar. Wat voor plannen heb je om nog te doen met je vrienden voor YouTube, zoals die hamburger eetwedstrijd? Nou ja, ik ga misschien meer eetwedstrijden doen. Ligt eraan hoe, hoeveel mensen dat leuk vinden. Volgens mij vinden mensen dat wel echt leuk om te zien. Tenminste, de reacties waren goed op de vorige keer. En ik doe gewoon af en toe een duel met een vriend van mij of zo. Dat vind ik gewoon leuk. En dan nog een vraag van hem. Wat is de beste KD die je ooit hebt gehaald? Mijn beste KD is... denk ik 69. 69 om 1 of zo. Iets in die richting of zo. Dat is ongeveer mijn beste KD. Dan Dennis Pijpstra. Hoe ben je begonnen met YouTube? Dat heb ik al uitgelegd. Hoe oud ben je? 17. Wat is je lievelingsmap van alle Call of Duties? Firing Range. Dat is gewoon een close combat map. En eigenlijk zitten daar vrij weinig campers. Meestal als ik erop speel. En dat is gewoon een leuke map. En ik hoop dat die terugkomt in Black Ops 2. Dan, wat is je lievelingswapen van alle Call of Duties? M4A1. Welke Call of Duty vind je het leukst? Call of Duty 4. Welke perk vind je het leukst? Slate of Hand. Sowieso Slate of Hand. Dat hebben Russers nodig, echt. B-partner, ja, heb ik net gezegd. Welke camo vind je het leukst? Goud. Sowieso goud. Dan, een vraag. Wat is een frenzy kill? Dat is een 5-man multikill. En dan nog meer vragen. Hebben mensen nog vragen? Hoe denk je ouders over YouTube en hoe doe je het als je een commentary opneemt in verband met je ouders? Nou ja, ik zeg af en toe tegen mijn ouders, joh, ik ga een commentary opnemen. Maar meestal horen ze wel aan de manier waarop ik praat dat ik bezig ben. En dan komen ze gewoon niet binnenvallen op mijn kamer. Het is 1 keer gebeurd, maar... En dat heb ik er ook gewoon in de commentary gelaten, maar goed. Hoe denken mijn ouders erover? Volgens mij vinden ze het onzin. Dan, Jorik Quagebeur, ben je lekker? Oh ja. Holy shot PS3. Wat vind jij het beste wapen op Black Ops 2? De Chicom CQB. Welke dingen doe je er dan op? Silencer of de suppressor. En Fast Mag. Tipex Flag. Op welke leeftijd begon jij met gamen? Als je bedoelt Call of Duty. Dat begon ik op mijn 14e, ja. Dan. Arjan, doe eens een setup video van Tipex Flag ook. Ja, doe ik binnenkort ook al een setup video. Dat doe ik denk ik voor de 2500 abonnees ongeveer. Je weet zelf. Vind je egels leuk? Prachtig. Vind je brassers ook zo goed? Prachtig. Wil je ook eens een open lobbymiddag doen? Dat ga ik doen, ja. Dutch Alive, hoezo deze naam? Nou ja, in eerste instantie wou ik gewoon Arjan 1995 doen. Maar die was al bezet. Dus ik dacht, ik wil iets met Arjan 1995.
Dus ik dacht, weet je, heel veel mensen hebben wel eens Xbox achter hun naam of zo. Dus ik doe gewoon PS3. Achteraf had ik dat niet moeten doen, denk ik. Ja, het is een beetje irritant. Dan Ruben Bordon Bordon. Wat heeft YouTube je gebracht? YouTube heeft mij gebracht veel contact met heel veel verschillende mensen. En dat is gewoon super. Hoe lang ga je nog doorgaan met YouTube? Zolang het kan, denk ik. En zolang ik er ook nog zin en tijd voor heb. Dan, hoe ben je zo goed geworden in Call of Duty? Nou ja, gewoon veel spelen en heel veel tips en tricks video's kijken. Vooral in het begin. En dat is het eigenlijk wel. Misschien doe ik er nog een vijfde deel achteraan, maar ik doe het niet. Dus dat denk ik niet, bedoel ik. Bedankt voor het kijken, jongens. Vier delen van de Q&A. Hopelijk weten jullie nu genoeg over mij. Bedankt voor het kijken. En op naar de 3000. Ajus!